President Chandrika Prasad Santokhi, die dinsdag naar de Verenigde Staten is vertrokken, neemt sinds gisteren deel aan de Summit of the Americas. Het staatshoofd maakte van de gelegenheid gebruik om met diverse regeringsleiders van gedachten te wisselen. Op zijn Facebookpagina deelde president Santokhi beeldmateriaal over zijn bezoek. De Verenigde Staten organiseert deze week de 9e Summit of the Americas in Los Angeles, California, met als onderwerp het bouwen aan een duurzame, veerkrachtige en rechtvaardige toekomst voor ons aardoppervlak. Gisteren heeft het Surinaams staatshoofd een bilateraal overleg gehad met de delegatie uit Haiti en met leden van de CARICOM. De president is ook uitgenodigd door de Young Americas Business Trust om de 6 Young Americas Forum bij te wonen, waarbij hij zijn visie zal geven over de jeugd. Youth is tevens in de portfolio van ons land als CARICOM-lidstaat.